Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja dat zijn wij. Het is vandaag maandag 25 juli 2022. En het is nu 13:15 in de middag. Ja. Jullie horen het wel aan mijn stem. Nou, gisteren had ik helemaal geen stem. Dus daarom heb ik ook gisteren niet gevlogd. Dus jullie missen één dag. Dus, ik was ook gisteren niet lekker. Nu ook weer nog helemaal niet eens. Maar komt wel goed. We gaan er gewoon weer een leuke dag van maken. Ik ga nu Joure weer oppikken. Hij is met zijn eigen auto. Ik ben mijn eigen auto. Dus ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, het is inmiddels al 14:30 geweest. 14:04. Ja. En ik wacht nog lekker steeds op Joure. Heerlijk. Lekker in de auto. Lekker één raampje open. Maar ik heb lekker, zoals jullie weten, lekker zaterdag lekker naar Joure geweest. Geen jas aan. Iedereen continu aan die kant. Ik ook af en toe. Raam open. Dus ik denk ook dat ik daar het op mijn stem heb. Want ik ben niet snotterig of zo. Alleen, ja, pijn in mijn strot. Dus, ja. Ha. Maar gisteren had ik zo'n soort helemaal geen stem meer. Dus ja, dan kan ik wel gaan filmen, gaan vloggen. Maar hoe kan ik dan jullie iets zeggen, vertellen? Dat gaat gewoon niet. Dus, maar dat maakt niet uit. Dat geeft allemaal niet. Misschien dat ik een kleine complicatie, ja hoor. Een compilatievlogje een beetje gaan maken. Maar moet ik even Niels even aankijken of hij dat zou willen doen. Hebben jullie toch een soort van vlog? En dan mag hij ook de tekst maken van een random, weet ik veel. Maar laat ik even aan Niels even over, komt ook helemaal goed. En dan hebben jullie wel een soort van vlog, dan loop ik ook niet achter. Het zal, ik zag even iets, ik zal wel. Oké. Okay. Ik dacht even Joure te zien in een hele andere auto, in een groene, maar en dat wij nog die Twingo hadden, zat ook Joure soort zo. Dus ik had zoiets van, nee dat is Joure niet, want Joure is gewoon met zijn eigen auto, dat weet ik. Dus nee, maar als mijn stem gewoon naar de knoppen is, dan heb ik altijd wel een beetje koppijn en een beetje vol. Maar het is niet echt snotterig, maar het is gewoon echt puur mijn stem. En ik heb altijd al chronische voorhoofdontstekingen gehad, dus dan gaat het altijd een beetje mee. Maar ik ben niet echt snotterig dat ik zakdoekjes moet gaan gebruiken zo, of dat het eruit loopt. Maar het zit gewoon hier helemaal vol. Aan dit stuk, helemaal hier. Ik weet niet of meerdere mensen dat hebben, gewoon... ik zal even dicht doen zo. Meerdere mensen chronische voorhoofdontstekingen hebben. Nou, als je dat hebt, dan weet je wel wat ik bedoel. Dus, maar ja, ik wacht nog even op Joure. Ik ga hem zo misschien eventueel bellen. Ik bel hem toch wel straks. Ja, is leuk, is grappig. Dus, maar ik denk wel dat hij zo eraan gaat komen, voorgevoel. Maar voorgevoel is altijd wel bijna juist, dus maar ik vind het wel prima. Dus ja, ik ga sowieso vandaag nog even naar de Jumbo. Voor de rest, ik heb even helemaal geen idee. Vlog maken sowieso, want ik ga ook aanstaande woensdag weer weg. Naar Helder tot en met vrijdagnacht. Vrijdagnacht en dan ben ik weer terug, dus ik moet wel even een paar vlogs editen. En ik moet een paar vlogs, nou ja, één vlog hier ervan afhalen van deze camera nog. Dat is nog van, en dan moet ik ook nog beeldmateriaal van mijn telefoon afhalen van Joure, van de ballonfeesten. Want deze was al heel snel leeg, dus laat staan dat mijn telefoon snel leeg was, weet je. Dus ja, maakt allemaal niet uit, geeft niet. Het is helemaal zo, dus... maar hoe zetten jullie altijd jullie camera neer? En voor de vloggers onder ons, want ik heb hem nou eigenlijk... Ik zal het even laten zien wat ik doe. Ja, ik zal het even laten zien wat ik doe. Dat schiet weer. Ja, kijk wat ik doe. Ik heb hem hier dus op. En dan rust mijn lens hier dus weer op. Ja. Dus ik heb jullie hier op. Dus ja. Daarom moet ik al zeggen van... Hoe doen jullie dat? Want dat is niet wat ik weet. Dus heb jij een tip, laat die even weten. Want daar ben ik alleen maar weer blij mee. Vooral voor in de auto of wat dan ook, ik weet het even niet. Want, ik kan er wel vasthouden onder het rijden, maar ik heb ook mijn stuur nodig. Ik heb ook mijn concentratie nodig. Dus ja, maar dat maakt het allemaal niet uit, geef het niet. Ik ga wachten op Ro. Zo, we staan weer lekker in de lift. Sapies, Ro ook. We gaan eventjes sowieso voor mij even of en honing erop halen. En ik weet niet of ik al honing heb in huis. Maar ja. Oh, we staan nu op tot 2. Hey. Dus, maar ja, maakt allemaal niet uit. We gaan sowieso even. Jumbo. En ik wil sowieso even kijken of. Hè? Ja, precies. Kruidvat. Nou, kruidvat of niet? Blokvat? Nee, ook niet. Maar, maar ik hoop dat de Action en mijn snoepjes heeft. Mm. Ja, want daar zit namelijk honing in. Ja. Dus we gaan het zien. We gaan het beleven. We zijn nu dus op 0. We gaan nu naar. Helemaal goed. Het is hier een beetje druk, zeg maar. Hier heel erg druk. Maar dat maakt niet uit, geeft niet. Ze kunnen me wel aankijken, maar ook schijt aan. Serieus, letterlijk aan het doen. Dus, ach ja, maakt helemaal niet uit. Dus, Sally. Zo handig zo. Gewoon zo handig. Nou, doe ik ook niet. Nee. Dat is duur. Dat is duur. Dat durf ik ook niet, vega. Nou, lekker weinig. Nee, hoef ik niet. Nee, hoef ik niet, schat. Nee, ook niet. Want dat klopt niet, schat. En dat klopt niet. Deze hebben we nog niet, jongens. Kijk. Dit klopt gewoon. Ja. Kersaardbei. Wat zijn nou? Dit is kersaardbei. Kersaardbei? Aardbei? Nee. Niveau? Nee. Mango. Als je iets zegt, dan moet je wel naar een mango passie praten. Aardbei, kers, limoen. Ja, ik richt me op mij. Heb je aardbeidjes, limoen, aardbei, kers en mango, passievrucht. Ja. Dat is 3 voor 4 euro. Niet voor 4 voor 3 euro, dat is wel jammer. Maar ja, we gaan even verder kijken. We hebben framboosjes. Ja, framboosjes. Veranderd zijn. Ja, aardbeidjes. Framboos. Aardbei achteren. Dus. Zo, even kijken of mijn snoepjes er zijn. Denk het haast wel niet. Nope, mijn snoepjes zijn er niet. Die liggen dus altijd daar. Maar mijn snoepjes zijn er niet, want die liggen altijd daar. 1,05 euro. Ja. Ja, maar dat is niet, en dat is niet mijn drop. Dus ergens met iets en iets met honing drop. Dus moeten we even kijken. Dus allemaal normaal aan. Nee, ik moet gewoon even iets hebben, iets anders. Gewoon even iets met. Nee, ik weet niet wat. Wat? Wie? Wat? Waar? Nee, dat is kauwgom. En deze dropjes zout of zo? Nee. Zout. Bleh. Dat kan ik helemaal niet hebben. Dat moet ik helemaal niet hebben. Zout erop. Bleh. Nope, ze hebben het hier niet meer. Dat is een beetje jammer, maar dat maakt niet uit. Geeft niet, kan gebeuren. En ze hebben het niet, schat. Ja, dat is heel erg minder, ja, dat weet ik. I know. Ik weet het, dat is inderdaad minder, maar ja, maakt niet uit. We gaan lekker naar de auto en dan gaan we even naar de Aldi. Hi. Je bent moe, hè? Een beetje, ik zie het aan je. Nou, wij zijn dus lekker nu bij de Aldi. En dus even kijken wat we kunnen halen. Dat is leuk. Bananen zijn hierop. Bij de Jumbo zijn ze in de ene keer. Ja, bijna wel, ja. Nou, we gaan eens even kijken. Dat is leuk. Wat zoek jij? Brood. Een broodje van €1. Ja. Dit is twee. Nee, je moet het niet zo doen. Je moet wachten. We gaan dit allemaal oprijden. Hoi. Dit is allemaal goed bij mama. Dat moet hier wijken, dat gaat aan de kant. Zo. Het is hier nog wel lekker rustig, schat. Honingdrop. Hé, doe misschien hier erop. Honingdrop, honingdrop. Dus, het is salmiak. Jawel, hè? Zout met salmiak. Dat wou ik net gaan doen, ja. Yes, thank you. Dankjewel, schat. Dus, dat is dat. Kom maar uit. Huh? Waar zie jij dat nou weer? Munten? Waar zie jij munten honingdrop dan? Het is gewoon muntdrop. Ja, maar... Het is gewoon muntdrop. Het is geen muntendrop, maar het zijn wel honingdrop. Wat? Nog eentje. Een heel klein stukje moet je. Ja, dankjewel schat. Dankjewel. Dat je zo atleet bent, helemaal top. Weet je waar ik ook zin in heb eigenlijk? In een lekkere. Maar dat heb ik ook nog in de koelkast te veel. Nee. Wat is? Ja, kom. Zo, we zitten eventjes lekker een kipsnietsel te eten. Lekker man. Yummy. Helemaal. Ik heb even lekker geslapen. Ro heeft geslapen. Hoe en geslapen. En bed voor een zaal. Ja, maar gewoon. Hoe en hoe weet je wakker? Gewoon uit en gerust of nog moe? Nee, ik heb wakker gebeld. Ja, en dat weet ik. Dat hoef je ook niet te zeggen. Dat... En dan ga je naam noemen. Dat mag, dat kan niet. Nee, ik zei dat wakker gebeld werd. Ja, oké. Okay. Weet je hoeveel... Kijk, 69 items, schat. Mm-hmm. Van afgelopen zaterdag. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Nou, die laat ik Niels niet doen, hè? Nee, hoeft dat niet. Ha, nee, sorry, jongen. Was lekker? Ja. Mooi. Oh, yummy. Nee. Nee. Nou. Nee. Nee. Ja. ...39 items nu al. Hm. Wauw. Wauw. Waren ze lief of niet? Ja. En dat doe je? Oh. Maar genade. Ja joh, helemaal een ding. Dit is al meer als... ...50 minuten. Dit al. En meneer onderwijzer ook trouwens. En 30 items. Ja, 69, dat is 30 en 30 en 9, dus ja. Jammer. Maar... Niet hoeveel? Oh. 1,5 uur. Bijna. 1 uur en 21 minuten en 50 seconden. En 24 honderdste. Dat is veel. Best wel. Wat zou mama hebben? 4 keer veel? Geen idee. Maar ik maak kleine fragmentjes. Mama die maakt waarschijnlijk gelijk dit. Ja, samen. Ik niet. Als je meer werk aan. Ja, ik niet. Zo, Niels, en die bespaar ik voor je. Ja. 69 items. Ja, eigenlijk 70. Nee. Nee. Want er komt ook nog intro bij, dus dat is ook 70 items. Ik wil jullie wel bedanken voor het kijken naar deze vlog. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet zeker niet het duimpje omhoog te doen. Vergeet zeker niet te abonneren. Vergeet zeker niet... een reactie achter te laten. En vergeet ook zeker niet het belletje aan te doen, want dan blijf jij op de hoogte van alles wat online komt. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.